Deze keer maak ik een klassieke schikking in een modern jasje vanwege het vlechtwerk wat door het hele schikking heen gaat. De rozen kunnen eventueel ook vervangen worden door andere bloemen en je kunt hem in elke kleur maken wat je zelf zou willen. Voordat we het berengras gaan insteken, knippen we eerst de witte onderzijde eraf. Nu ga ik de sprietjes in bundeltjes van 2 of 3 bij elkaar insteken, laag over de rand van de schotel. Ieder plukje komt een paar centimeter bij de andere vandaan. Ik begin met de voorste sprietjes en die buig ik naar mij toe. En ik ga daar gewoon mee vlechten, net als ik met 3 draadjes zou doen. Vervolgens ga ik elke keer als ik de buitenste grasspriet moet vlechten, pak ik weer van het volgende bundeltje ook 1 sprietje mee. De grassprieten die je erbij pakt, die vlecht je gewoon mee en je houdt nog steeds 3 lijnen eigenlijk waar je mee vlecht. Op een gegeven moment kom je uiteinden tegen die eigenlijk te kort zijn om nog verder te vlechten. Die laten we gewoon zitten en helemaal als de vlecht klaar is, knip ik die weg en dan zie je daar niks meer van. Ik heb nu nog een stukje verder gevlochten, ook al zijn hier geen grassprieten meer die nog erbij ingevlochten kunnen worden. En nu ga ik het uiteinde vastzetten met een stukje ijzerdraad. Ik gebruik daarvoor een stevige draad en die draai ik een paar keer om het vlechtwerkje heen. Nu de ijzerdraad om het uiteinde van de vlecht is gebonden, kan ik het insteken in het steekschuim. Zo blijft hij stevig op de plek zitten. Ik kan nu hier het gras iets korter knippen. Maak het een beetje speels, zodat ze niet allemaal precies op dezelfde lengte eindigen. Vervolgens ga ik een tweede vlecht hier bovenop maken. Dat betekent dat de sprietjes opnieuw per 3 worden ingestoken, maar nu bovenop het steekschuim. Nu de grasjes zijn ingestoken, kan ik op dezelfde wijze aan deze kant beginnen met vlechten en pak ik ook steeds weer aan de buitenkant een grassprietje erbij. Het berengras is een heel scherp gras. Als je vanaf de bovenkant van de spriet naar beneden langs het grasje voelt, dan kan het zijn dat je je snijdt in je vingers. Als je aan de onderzijde begint en dan dus richting het topje toe, dan gebeurt er niks. Dus hou er altijd rekening mee dat je de grassprietjes op de juiste manier verwerkt. De sprietjes die net te kort waren om de hele vlecht mee te gaan, die knip ik dus af, zodat je ze niet meer ziet. Nu zet ik de schotel met het vlechtwerk in de glazen schaal en ga ik het verder opmaken. Nu ik het werkstuk ga opmaken, begin ik met de grootste materialen. In dit geval een amaryllis waar al een knop in zit. Ik zet deze vast met een houten satéprikker en die steek ik onder in de bol. 1 stokje is niet voldoende voor zo'n grote zware bol, dus ik doe er meerdere in, zodat hij zo dadelijk stevig blijft staan. Dat er meerdere stokjes in zitten is zeker van belang als de bloem nog langer wordt en helemaal open komt, want dan wordt die top zwaar en zou anders de bol heel snel omvallen. Ik steek de bol rechtop in het steekschuim. Vervolgens ga ik het steekschuim wat wegwerken met klimopblaadjes en om die te gebruiken moet ik ze eerst op draad zetten. Ik hou het blaadje met de onderkant naar boven en pak een draad 0,6 mm dik. Deze steek ik ongeveer halverwege het steeltje en het topje van het blad onder de hoofdnerf door. Dat is de lijn die loopt vanaf het steeltje naar de punt. Nu schuif ik de draad wat verder, pak ik hem hier vast zodat hij niet inscheurt en buig ik beide uiteinden in de richting van de steel. Nu draai ik de lange draad om het steeltje en de korte draad heen. Nu zijn de blaadjes klaar om in te steken in het steekschuim. En het voordeel is van het ijzerdraadje dat ik ze nu ook kan buigen en dus zo kan verwerken dat ze over de rand van de schaal heen vallen. Vervolgens ga ik bolmos verwerken. En dit mos heeft een hele lange onderkant met bruine wortels die niet zo fraai zijn om te zien. En daardoor is ook de bol heel hoog. En daar kan ik wat aan doen door met een ijzerdraad net onder het groene gedeelte te wikkelen. Dan draai ik de uiteinden in elkaar en dat draai ik zo weer even stevig vast. En nu kan het bolletje niet meer uit elkaar vallen als ik het onderste eraf knip.
De dikke ijzerdraden die er nog aan zitten, die kan ik gebruiken om het bolletje mee vast te steken. Om het Aspidistra-blad te kunnen verwerken, maak ik eerst een kram van het bloemendraad. Om een kram te maken, knip ik de draad in 3 stukken en kan ik de uiteinden naar elkaar toe buigen, zodat het een kram wordt. Vervolgens steek ik het Aspidistra-blad in met de steel en dan ga ik het topje vastzetten met een krammetje. De rozen snij ik goed af en die ga ik vervolgens naast de amaryllisbol plaatsen. De hypericumbessen verwerk ik ook kort. Ik snij de steel hier af en verwijder vervolgens even de grootste bladeren. Ook loshangende besjes haal ik er al bij voorbaat af, want het staat alleen maar rommelig als je die eraan laat zitten. Ik ga ook tulpenbollen gebruiken en om deze vast te zetten moet ik ook een houten prikker in de tulpenbol steken. Als het bolletje bovenop het steekschuim verwerkt wordt, kan 1 prikker voldoende zijn. Als ik de bol echter aan de zijkant in wil steken, zou hij met 1 prikker nog kunnen draaien. En dan is dus 1 stokje niet voldoende. Ik steek daarom een 2e stokje in de tulpenbol. En dan kan ik hem vervolgens zo insteken. Nu is het puntje van de bol nog mooi rechtop, maar kan ik hem toch aan de zijkant van het steekschuim verwerken. De meeste materialen zijn nu al verwerkt in het bloemstuk. En ik ga nog even wat details aanbrengen door wat bouffardia in te steken. Zo komt de mooie witte kleur weer terug. Dianthus Green Trick is een groenblijvende duizendschoon waarmee je ook heel goed het steekschuim weg kan werken. Ook deze snij ik kort af en ga ik vervolgens hier het steekschuim mee bedekken. Omdat ik gewerkt heb in een niet al te fraaie plastic schotel, ga ik die nog wegwerken door de ruimte tussen de plastic schotel en de glasschaal op te vullen met Tillandsia. Zo is het plastic bakje niet meer te zien en heb je toch dat je een mooie schikking in de schaal hebt. Ik heb ook een soort balletje gemaakt van Tillandsia en hiermee kan ik een open plek in het bloemstuk nog wegwerken. Ik kan het balletje vastzetten met eenzelfde kram als waar ik ook het Aspidistra-blad mee vast heb gezet. Ik leg het Tillandsia op het steekschuim en dan kan ik de kram er zo doorheen prikken. Als alle steekschuim op deze wijze is weggewerkt, is het bloemstuk klaar om ergens in je kamer te zetten. Hij komt heel goed tot zijn recht op een lage tafel, zodat je hem mooi van boven kunt bekijken.